In de Benelink speelt Tini Hoekstra voor SC Heerenveen Vrouwen. Vanaf donderdag draagt ze het shirt van onder 19. Met dat team probeert ze zich te plaatsen voor het EK. En dat zou natuurlijk leuk zijn. Ja, we moeten spelen tegen Tsjechië, Slovenië en Denemarken. Dus ik hoop dat we die alle drie winnen, 9 punten pakken en naar het EK gaan in Israël. De tweede kwalificatieronde, dat is altijd moeilijker dan de eerste, toch? Ja, dat is altijd lastiger. Het hangt er wel vanaf wat voor tegenstanders je krijgt. Slovenië en Tsjechië moeten we wel kunnen hebben. En Denemarken wordt sowieso een lastige tegenstander. Maar we moeten zeker niet onderschatten en gewoon vol ervoor gaan. Ik begrijp eruit dat Denemarken de moeilijkste is. Ja, ik denk wel dat hun het beste elftal hebben en wel voetballend op willen lossen. En Tsjechië, Slovenië weet ik zelf niet zoveel, heel veel van. Maar ik denk wel dat die ook goed zijn. Want anders zouden ze nu niet de tweede ronde in zijn gegaan. Heb je wel eens tegen een van die drie gespeeld? Nee, nog nooit. Hoe staan jullie er eigenlijk voor? Ik denk dat we in Lamanga grote stappen hebben gezet als team. En ik denk dat wij wel 9 punten daar kunnen pakken. Ja, laten we het even over Lamanga hebben dan. De resultaten daar. 2 verloren, 1 gewonnen. Ja, dat klinkt niet heel goed. Eerste wedstrijd was op zich een goede wedstrijd. Had wel beter gekund. We hadden misschien wel 3-0 moeten winnen. Maar we hebben gewonnen gelukkig. Tweede wedstrijd tegen Amerika was echt een heel goede wedstrijd. Als team zeiden we vochten er echt voor. En de derde wedstrijd was gewoon niet tot ons niveau. Waarom niet? Ik denk dat wij niet de duels wonnen. We verloren dus veel duels. Op het middenveld lag grote ruimte en hun scoorden. En toen gingen de meeste koppen eigenlijk omlaag, terwijl die dan omhoog moeten gaan en dan voor de 2 doelpunten gaan. Hoe belangrijk is het dat je in eigen land speelt? Ik denk heel belangrijk, je hebt je eigen supporters. Dus hopen dat die ons ook steunen. De fans kunnen 3 keer komen kijken. Zaterdag om 3 uur tegen Tsjechië in Meersen. Maandag om 3 uur tegen Slovenië in Landgraaf. En donderdag om 6 uur tegen Denemarken in Meersen. De eerste wedstrijd die komt er al aan. Waarom moeten mensen komen kijken? Ik denk dat wij als team veel talent hebben. Ik denk dat wij kunnen winnen. En dat ze een leuk pot voetbal kunnen krijgen. En waarom moeten jullie naar het EK? Ik denk dat wij een goed team hebben. Voetballend en we hebben veel individuele kwaliteiten. Dus ik hoop dat we daar naartoe mogen. En nog een keer een EK meemaken, dat wil iedereen. Ja, dat denk ik wel, ja.